Hallo, hallo lieve mensen. Goedemiddag deze zondagmiddag. Hier Nancy van Berg uit Osweer, 48 jaar oud. En ik kom jullie vandaag een keto/KHA receptje brengen. Een zoete. Een chocolate chip cookie. Zacht, maar wel echt super lekker. En we beginnen vandaag met 225 gram roomkaas op kamertemperatuur. En die veeg je dan mooi uit, zodat alle ingrediënten erbij kunnen. Dan mag bij een halve of een hele cup amandelmeel. Die gaan we meteen even pakken. Mooi zorgen dat de cup goed gevuld is. Dus die kan erbij. En we gaan voor 1/3 cup kokosmeel. Mag allemaal bij elkaar. Kokosmeel gebruiken we niet zo vaak, hè? Tenminste, ik gebruik dat minder vaak in recepten. Maar dat komt ook, kokosmeel, dat neemt heel veel vocht in zich op. En dat kun je dus ook echt niet één op één vervangen voor het amandelmeel. Want dan wordt het heel droog en korrelig van. Dan gaan we verder voor... Waar is mijn... Ah, vanille. Vanilledrops. Ik hou van vanille. Maar kies wat jij wil. Je kunt ook vanille-extract of vanillepoeder gebruiken. Ook goed. Dus we hebben 225 gram roomkaas, 1 cup amandelmeel en 1/3 cup kokosmeel, wat vanille. En nu gaan we voor 5 eitjes. We mogen allemaal in de pan erbij. Ondertussen kun je je oven voorverwarmen op 175 graden. En dan gaan we straks in 25 tot 28 minuten gaan we de bars bakken. En dit zijn, ik noem het bewust bars, want het zijn geen koekjes. Het zijn geen krokante koekjes. Het is echt een beetje een zachte bar. Net zoiets als de American cookies zijn ook wat zachter. Hè? Even mijn handen wassen. Ondertussen ga ik het vast even een paar keer doorroeren. Dan kunnen de ingrediënten alvast een beetje mixen. Eitjes, de eidooiers, goed stuk. Ik kan jullie zo meteen natuurlijk niet het eindresultaat laten zien. Maar dat ga ik weer posten met een foto in de opmerkingen. Maar ik wilde jullie niet... dit recept onthouden, want het is echt super lekker. Dan gaan we verder naar het volgende ingrediënt. We hebben er niet meer zo heel veel, maar wel nog een paar. Het volgende ingrediënt is bakpoeder. En van het bakpoeder gaan we 1/2 theelepel erbij doen. Die heb ik hier. Ik gebruik altijd wijnsteen bakpoeder, maar neem vooral wat jij prettig vindt. 1/2 theelepel. Dus 1/2 theelepel en 1 theelepel. Die gaan er ook bij. Dan gaan we meteen de xanthanegum bijvullen. Dat hebben jullie al eens vaker gehoord, hè? In mijn receptjes. Daar gaat 1/2 theelepel van in. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk te verkrijgen. Als je het intoetst op Google, dan zie je het bijna overal verschijnen. En ik geloof dat dit potje van 3 euro of zo kostte. Dus daar hoef je het niet voor te laten. Dan hebben we nog 1/2 cup boter. Die heb ik hier al gesmolten. Meteen eigenlijk net zo het hierin doen. Dus die kan erbij.
alles onder elkaar. Als jij het nou niet prettig vindt om dit met de hand te doen, dan kan je het natuurlijk altijd in de keukenmachine doen. Het is een beetje een sticky klusje. En ik heb er ook niet altijd alle kracht voor, moet ik zeggen. Misschien had ik deze ook beter in de keukenmachine kunnen maken. Maar dan kan ik hem jullie niet live laten zien, want dat ding maakt een enorme herrie. Nou, het ziet er al een stuk beter uit, vind ik. En dan gaan we naar de laatste twee ingrediënten. We gaan er nog toevoegen de chocolate chips uiteraard. En ik ga erin doen en kies vooral de noten die jij lekker vindt. Maar ik ga kiezen voor een cup gechopte pekannoten, ongezouten, ongebrand. Ik vind dat lekker. Je kunt ook walnoten toevoegen, maar die zijn gewoon wat hoger in koolhydraten. Dus ik kies daar sowieso niet voor. Kijk, en dan krijg je eigenlijk een heel mooi, luchtig beslag. Meteen even mijn noten erbij doen. Ik heb ze mooi fijn gehakt. En dan kunnen ze er eigenlijk zo doorheen. Zo. En dan gaat er nog bij 1 cup chocoladedrops. En dan chocoladedrops zonder suiker uiteraard. Deze zijn gezoet met erythritol. Ik heb 2 verschillende. Ik ga voor witte en donkere. Ik vind dat ten eerste leuk voor de kleur natuurlijk. Dat ziet er net wat anders uit dan dat je alleen maar donkere neemt. Dus ik moet nog even open knippen. Zo, lekker. Deze zijn gezoet met stevia. En dat kan er allemaal doorheen. Zorg dat je echt alle noten en chocola echt overal doorheen gemengd hebt. En dat je niet hele clusters met chocola of hele clusters met nootjes hebt. Want dat is echt jammer. Dat is niet zo lekker natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat dit beslag, zou ik maar zeggen, is echt super goed te mengen. Als ik het kan gewoon met de hand, dan is het niet moeilijk. Dan hebben we het helemaal door elkaar gemengd en het ziet er nu al lekker uit. Hier onder mijn eieren heb ik mijn bakschaal. Die ga ik even insprayen met kokosolie, zodat het niet blijft plakken allemaal. Kan ook met olijfolie of de olie die jij prettig vindt. Dus even kijken. Er zijn al een hele hoop mensen online. Hallo allemaal. Leuk dat jullie erbij zijn. Degenen die live kijken, stuur me even een hartje. En als je in de replay kijkt, stuur me even. Heb je gemist. Als je nieuw bent bij de video's, laat me dan even weten dat je voor de eerste keer bent. En vertel ook vooral waar vandaan jullie kijken. Ik blijf me verbazen over hoe ver dat de video's komen. En dat vind ik zo leuk om te zien. Nou, je verdeelt het beslag over de pan die jij hebt. En veeg het gewoon allemaal in alle hoekjes, zodat het mooi verdeeld is. Ik doe dat het liefste eigenlijk altijd met een spatel. Ja, en hoe mooier jij de bovenkant maakt, hoe mooier dat hij natuurlijk dadelijk ook uit de pan komt. Zo simpel werkt het natuurlijk, mensen. Hou je van een grillige bovenkant, nou, dan doe je er iets minder moeite voor om het mooi recht te krijgen. Ik vind het altijd wel prettig als alle hoekjes bedekt zijn. Heel makkelijk beslag is dit om te verdelen. Laat me ook eens weten of jullie van plan zijn om dit te gaan maken. Nou, nu mag je eigenlijk
in de oven. Kijk eventjes, het zal tussen de 25 en de 28 minuutjes zijn voordat hij volledig gaar is. Dan haal je hem eruit en snij je hem in 9 of 12 bars. En dan kan je ze bewaren. Of in een luchtdichte container in de koelkast. Of in de folie. Maar ik ben bang dat ze niet zo lang zullen leven. Dus deze ga ik in de oven zetten, mensen. Laat me even weten als jullie van plan zijn om het ook te maken. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Bedankt allemaal en tot ziens!